Jullie deze maar aan. Ja. Oh, die zit te klein, hè? Dat zie je. Wow, nou, zoveel hoeft er niet in. Nee, wat denk jij? 5 kilo op bal. Oh, die meten niks op daar, hè? Nou, dat mag hij ook niet, Philip. Nee. Die willen hem heel graag opmeten, maar dat gaat niet gebeuren. Er zat hem een linker balvies, Rick. Dat niet. Je wel. Vorige week ging Andy dan eindelijk op zijn knieën voor Melissa. En dat zorgde voor heel wat zenuwen. Als ze nee zou zeggen, dan zou ik mijn wereld weer instorten. En wat doe je dan? Juist, zuipen! Ah. Melissa werd onder valse voorwendselen door haar zus meegenomen. Kijk dan wat leuke koets. En wist niks van Andy's romantische plannetjes. Zat Andy erin? Nee, echt niet. Ben je me met vrouwen? Toen zei ik ja. Je bent toch mijn vrouw? Of ons droompaar nog lang en gelukkig leefde, dat zie je vandaag. Tja, sprookjes bestaan niet en bij Andy en Melissa breekt er weer een dag aan zoals alle anderen. Gatje, ga even melk halen hoor, bij de buren, ja? Ja. Lili even mee, kan ik hem even opmaken. Lili staat er buiten, ik moet opschieten. Oh, nee. Zo. Jongen, wat ben je aan het doen, man? En George. Bij ons is altijd de melk op, thuis. En dan ga ik altijd winkelen bij de buurvrouw. Dan ga ik daar melk weghalen, maar dan ga ik daar eerst zitten. En dan ga ik daar koffie drinken, sigaretje roken. En dan, als ik helemaal sigaretten rook, dan moet ik heel nodig naar het toilet. Lekker koffie dan, met poepen. Ja. Godjongen. De melk was op. Heb jij geen melk? Jawel, jawel. Kom eraan. Oh jee, we zijn de melk vergeten. En dus mag Melissa zelf de melk weer gaan halen. Oh, goed zo, schat. Dankjewel. Dankjewel, lieverd. Ga je nou koffie zetten voor papa? Ja. Nee, hoeft niet. De melk is er, dus Andy kan zijn koffie gaan zetten. Maar waarom zou je dat zelf doen als je een au pair hebt? Hey, kan die au pair niet wat eerder beginnen? Want nu begint ze pas om 9:30. Dat ze gewoon om een uur of 4:30 begint. Weet je wat het is? Wij slapen ook nooit uit en zo. Nou, kun je misschien wel één dagje doen, maar ik denk niet dat zij... Dat is net een mol. Die komt de bed niet uit daarvoor, hoor. Wij zijn meestal al om 7:30, 7:30 beneden. En dan ligt zij nog in de nesten rot. Dus als het aan mij had gelegen, dan had ze om 6:00 wel mogen beginnen. Ontbijtje klaarmaken. Zij heeft het lekker. Zij is het weekend vrij. Mama! Zij kan lekker uitslapen. En de kinderen slapen daar 2:00 van. Eigenlijk is het 2:00 niet in het werk. Als je alles zelf moet doen, dan heb je natuurlijk geen tijd voor de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals je make-up. Een paar dagen gewoon niet opgemaakt en niks gedaan. Als je nog een dag langer doorloopt, zo, dan ben ik pleiten. Maar nou ben je weer heel mooi hoor, knap. En nou ben ik weer helemaal echt verliefd op je en zo. En ja, dan wil ik eigenlijk met je naar boven nu, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, want we hebben kinderen, hè? Ja, we hebben een au pair, maar we kunnen niet naar boven. Hij zat er weer niet in. Nee, het zat er niet in en hij zat er niet in. Oké, dan maar snel naar de kapsalon, want Andy heeft een nieuw doel in zijn leven. Hij is namelijk al geruime tijd in training om een heuse herenkapper te worden. Als je een beetje misknipt, is het niet erg. Nee, kom helemaal goed, lieverd. Echt waar. Ik heb het echt in de vingers zitten. Andy knipt vandaag voor het eerst echte betalende klanten. Fans die speciaal voor hem naar Apeldoorn afreizen. Alleen, ze zijn te laat. Welke? Zijn die gasten? Hey, heb je zijn nummer niet? Nee, ik heb zijn nummer niet, nee. 34 jaar. Dat is een echte baan, nee. Dat is niet normaal. Zo maak je geld, dames en heren. Zie je dat? Ja? Van niets iets maken, van niets iets. Ik ga er vandoor, want die gasten komen toch niet. Ik de perspleurers. Je zal hier om 11:00 zijn, het is 11:30 nu. Ik heb wel meer te doen. Ja, maar soms zijn ze vertraagd. Je moet altijd om 3:15 wachten. Ik ben ook altijd op tijd. Wacht nog even een kwartiertje dan. Nee. 1 kwartiertje. Eet 1 broodje. Nee, ik ga gewoon weg. Oké, nou. Doei. Ik zie je straks wel. Bel maar als ze er zijn of zo. Ja. Als mensen zich niet aan de afspraak houden, ben ik weg. Dan ga ik gewoon naar huis, dan ga ik andere dingen doen. Ja, zo simpel is het. En dat betekent bij Andy waarschijnlijk niets doen.
Ondertussen praat Melissa haar klanten even bij over de laatste trends op het gebied van hair extensions. Oh, lekker. Dat is nieuw. Handgeknipt. Dat blijft veel zachter. Ja. En ik kijk er helemaal gelukkig van worden als er weer zo'n pakketje komt. Dat die haren binnen. En dan kan ik er helemaal aan snuffelen en loeren. Ik ben echt een haarfetischist. Dit haar komt allemaal uit India. Dat wordt zeg maar in de tempels. Voor mij laten we 10 jaar groeien en dan schenken ze het aan de kerk. En dan krijgt de kerk daar het geld voor, die verkoopt dat dan. Dus daarom heb je van 10 jaar haar, daarom heb je zulke lengtes ook heel veel. Ik vind echt wel goed dat het goed haar is. En die wordt helemaal gek van me. Ik bestel elke week gewoon meer dan 1 kilo haar. Hè? Het is niet alleen haar hoor. Ik bestel namelijk olietjes voor je haar, wimpergroeimiddel, kunsthaartjes voor in je wenkbrauwen, mascara opbreng, apparaten zeg maar. Andy is terug van een bezoekje aan de slijterij. Want als die klanten toch niet komen opdagen, kan je net zo goed even een gezellig drankje doen. Nee, dat zat er niet. Dat is sterk, jongen. Nee, ik kreeg een verkeerde keel gehad. Het was vrijdag en dan kan je beginnen met drinken. Hè? Dat mag. Dat mag. Dus dat doen we dan. Ah, wel lekker, hè, zo. Ben je eens, schat? Het is vrijdagmiddag, hè? Kan wel, hè? Hier, kom maar, schat. Van haar moeder zijn er. Ga je moeder zat voelen. Ja. Hey. Ja, hoi. Het is altijd reuze gezellig in Melissa's kapsalon. Het is af en toe naar een buurthuis. Iedereen komt gezellig binnenlopen, neemt een bakje koffie, hoeven niet per se eens hun haar te doen. Komen alleen soms al voor de gezelligheid. Het is 11:30. Half 1. Het is 12:30. Het is 12:30, dus je loopt nog achter. We worden een lange dag. We worden een lange dag, schat. Voor het weekend. We gaan zo de Polonaise doen. Met je moeder voorop. De Polonaise. En terwijl Andy voor de sfeer zorgt, is Melissa zoals altijd hard aan het werk. Dit is zeg maar wat alle sterren op hebben. Die hebben allemaal zoiets op. Je zet hem vanaf hier, klik je hem erin. Je klikt hem erop. En als je dan echt blond zou zijn, en je kampt dit eroverheen... Ja, dan heb je gewoon echt haar, weet je wel? Wat echt gewoon... Dat hebben al die... Zoals Kim Kardashian en Beyoncé, die hebben allemaal zulke stukken op. Ik hou gewoon van lang haar. Ik hou ook niet van kort haar. Dus je kan ook bij mij met kort haar komen. Wat ik dat nou echt leuk vind. Daarom doe ik ook geen mannen. Vind ik niks aan. Ik hou juist van om kort haar lang te maken. En dan komen, precies 2 uur te laat, Andy's klanten alsnog opdraven. Ze hadden om 11:00 afgesproken in plaats van 1:00. Ik dacht het al wel. Jij hebt het weer verkeerd. Om 1:00. 1:00, hè? Ja. Ik zei het toch 1:00? Je zei 11:00. Oh. Dat was wel mijn fout. Normaal heb ik het altijd goed, hoor. Maar... Nu had Melissa een keer gelijk. Dus dat komt zelden voor. Klanten die speciaal voor Andy het halve land zijn afgereisd, mag je niet teleurstellen. Als dat maar goed gaat met 16 shotjes achter de kiezen. Ga je ze zo knippen? Moet Melissa wel bij mij in de buurt blijven? Anders kan ik het niet. Ach, kom maar goed. Ja. Ik schreef gewoon de kop kaal. niks meer gaan doen. Sorry. Ik ga beginnen. Doe maar. Ik ben een beetje dronken, maar ik ga wel beginnen. Ja, ik weet niet of het makkelijker is als je dronken bent om te knippen. Lijkt mij moeilijker, maar... Dan knip ik een stuk oor af. Goed, dat belooft wat. Gelukkig is Melissa er om een oogje in het zeil te houden. Ja, maar dit is veel te lang, hè? Die ga je niet mee... Voor wie? Nee, hij. Nee, moet je andere zoeken. Ben je gewassen worden? Ja, beter wel, toch? Want anders is het best voor... Ja, kom maar. Beter. Hey, Britt, wil jij hem even wassen? Ja, want waarom zou je dat ook zelf doen? Daar heb je toch gewoon je personeel voor? Zij moeten gewoon hem even heel snel. Ik heb hem wel ergens. Kom. Die vrouwen laat ik altijd... Naar haar wassen. Je weet nooit, hè, wat ze gedaan hebben. Die dag. Die uren daarvoor. Maar dit niet heel kort, want anders lijkt het niet het heel. Stukje? Doe maar zo'n stukje. Zo'n stuk? Ja, zo. Okay. Zo, Andy. Behoorlijk een vaste hand, hoor. Ziet er professioneel uit. Ik ben ook wel iemand die, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen, weet je wel. Geen half werk, daar hou ik niet van. Na een rondje tondeuzen zit Andy's vuurdoop als kapper erop. Ik vond het wel spannend, de jongens te knippen, de eerste keer. Ze waren wel tevreden over het eindresultaat, dus dat deed me wel goed. Oké. Okay. Nou, dikke shit. Vind je het goed? Ja, man, toppie. Top, man, dankjewel. Super. Niet normaal. En weer een tevreden klant. Ja. De volgende.
Een nieuwe dag in Huizen van de Meiden. Melissa en Andy doen mee aan sterren springen. En als je straks een beetje leuk van die duikplank af wil springen, dan betekent dat veel. Heel veel trainen. Ik moet vandaag goed doen. Als ik vandaag die sprong niet goed maak, kap ik er gewoon mee. Echt? Ja. Lukt het niet? Nee, dan doe ik gewoon een bommetje op de uitzending. Kijk, dit is mijn duikpak. Echt? Ja. Nee. Ik dacht, doe ik een duikpak aan? Dan scheelt misschien de klappen. De klappen schelen niet, maar je ziet wel minder blauwe plekken dus. Zo'n pak, weet je wel. Veel te groot. Van een man. Hing zo'n zak in. Volgens mij was hij van mij geweest, maar... Dat vind ik verschrikken. Maar als je denkt dat het ergste is, dit zijn mijn neusdoppen. Je moet de ochtends ook niet zien hoor. Schrik je ook kapot. Kijk, dit heb ik helemaal in mijn neus. Mijn neus is zo breed en ik heb dat pak aan. En ik heb zulke haar. Heel sexy. Maar het werkt. Dus op naar het zwembad voor een pittige training. Andy kan niet wachten. Heb je zin in, hè? Nee. Ik heb echt geen zin meer. Ik wilde helemaal niet meedoen. Als ik heel eerlijk ben. En op een gegeven moment deed Melissa dan mee. Ja, toen vond ik het wel hartstikke mooi om mee te doen. En, omdat wij wel een concurrentiestrijd hebben met elkaar, weet je, met spelletjes. En ook Melissa is super gemotiveerd. Ja, heb je er zin in? Nee, hè? Nee. Ja. Ik mis mijn pruik, ik heb geen pruik in, ik heb neusbedden, ik heb mijn duikpakken, zo niet lelijk. Ik ben de enige bouw van duikpak. Genoeg gezeur over hoe je eruit ziet. Andy en Melissa beginnen met de training. En hun sprongen zien er veelbelovend uit. Andy doet het heel goed. Hij is niet bang. Maar ja, het gaat om momentopname, het gaat om die ene sprong. Dus het kan nu wel heel goed zijn of heel slecht, zegt niks. Misschien ben ik nu wel heel slecht en spring ik dan ineens heel goed. Na een aantal sprongen durft Melissa het aan om het zonder duikpak te proberen. Je moest dat pakje openmaken van de. Ja, en dan gaat het toch weer wat kriebelen. Kom ook door de training, weet je wel. Je ziet haar trainen zo'n pak en dan denk je van, nou, dat is niks. En dan doe je het pakje uit en dan denk je van, zo, dat is weer hartstikke mooi. Dus dat zwembroekje ging steeds strakker zitten bij mij. Gelukkig voor Andy gaat Melissa verder zonder duikpak. Alleen krijgt ze een probleempje met haar neusdoppen. Die andere zit helemaal net in. Ja, die is ingeschoten in het springhaal. Hij zit ergens in mijn hersenen, geloof ik. Hij is ook zo lang, dus... Nou, zo lang, dan zat hij hier ergens. Dat is het enige gaatje waar ik nog niet in gezeten heb. Nou, niet wegtrekken dan. Ja, hij glijdt eraf. Ja, hij glijdt eraf. Met mijn pincet erin, aan het pulken en aan het trekken. Maar ja, ik kreeg hem natuurlijk niet uit. En dan met de vingers eromheen, een neus snuiten. Nou, zulke dikke snot. Kwebbels kwamen eruit. Wat is doen? Een beetje lopen snuiten, een beetje lopen boeren. Een beetje lopen trekken. Ja? Ja, ik heb hem. Hij is iets naar boven geschoten. Uiteindelijk, hij kwam er wel uit. Terwijl Andy lekker weer gaat springen, krijgt Melissa last van hoogtevrees als ze van een nog hogere duikplank moet. Ze besluit dat het wel welletjes is geweest van vandaag. Andy doet het sowieso wat makkelijker dan ik. En hij is ook niet bang en hij durft ook wel van de hoge duikplank. En is ook niet bang om te vallen en ik ben het tegenovergestelde. Dus ik moet nog maar zien hoe dat gaat worden. Andy heeft nergens last van. Hij gaat hoger en hoger en... Auw, pijnlijk. Dan was ik een meter erboven, maar nu was het echt... 5 meter viel ik echt recht erop, hè? Dat is echt pijn, hoor. Zo. Hou in godsnaam je benen bij. Ja, want ik voelde hem al net. Man, ik heb het ook erin gehad. Die ballen zaten hier. Je moet echt... Ik heb stalen ballen. Hoe kom je daaraan? Van Melissa. Die slaat er altijd op. Die is wel wat gewend. Oh, is dat het? Stalen ballen. Mijn is van gummi. Leffige ballen dan. Vandaag ging het wel lekker. Ik heb wel een sprong gemaakt vandaag. Ik heb wel weer gedaan, hè? Ja, wat tof. Morgen weer. Ben je er morgen op? Ja, ochtend. Morgen. Jij ook. Top, gezellig gehad. Ja, maar. Kan je even zeggen dat je naast zich zit om te kleden? Melissa ging daar omkleden in het toilet. En, maar die doet die deur niet op slot. En die staat daar in de blote kano. Kale kano van ze. Dus volgens mij was ze vergeten te scheren, want er zat mijn bos op. Dat is een tamme clitoris. Een tamme clitoris. Hij lacht me. Ja, maar zet die deel niet dicht, dat is eigen schuld. Hij laat me zo die kant op lopen ook gewoon. Maar ze heeft geluk dat ze van die lange armen heeft. Dus die kon gelijk wel... Volgens mij was ze net op tijd dat ze de handen ervoor kon. Nou ja, dan had Dave ook weer een mooie dag gehad. Wow.
was net mispoes. Direct na de training heeft Melissa een fijne schnabbel als assistent bij een heuse Gooise bingo-show. Maar dan wel in Enschede, in het stadion van FC Twente, waar Andy nog gevoetbald heeft. Nou, als dat niet typisch Goois is... Het heet Gooise bingo, omdat ze Gooise bingo prijs hebben, denk ik. Het is echt een mooie, chique bingo, mooie lampen, mooi aangekleed. Mensen ook allemaal leuk aangekleed, gezellige vrouwen allemaal. Allemaal een beetje wild en los en met muziek. Het is net even wat anders dan gewone bingo. Ze schrikken bingo's. Ik vind geen moe aan. Terwijl alle dames er al helemaal klaar voor zitten, moet de ster van de avond nog arriveren. Want die komt met gierende banden rechtstreeks uit het sterrenspringenzwembad. Daar gaan we. Ik heb alles net op tijd gehaald. Uit het zwembad, vliegen, naar huis, snel. En daar houdt de meiden mee. En net op een nippertje waren we er. Schiet op dan, jongen. Ja, goed, ga maar. We moeten laat, man. Als assistente moet Melissa straks de ballen lekker laten draaien. Dat is nog eens een bingo, hè? Dat is anders dan bingo bij ons op het kamp. Ja. Maar de bingo moet nog even wachten, want Melissa wil eerst Andy's oude veldje bekijken. Kijk, hier stond Andy dan ook, hè? Dat is de tweede keer dat ik gewoon een voetbalgrasveld zie. Oh, die van WSV heb ik ook één keer gezien, maar dan vanaf de auto. Ja, ik vond het wel leuk dat ik dan een plekje stond waar hij dan ook heeft gestaan, jaren geleden. Maar ik dan nu met de bingo, maar ja, we staan op hetzelfde plekje. Melissa probeert Andy's overwinningspose als voetballer te imiteren. Hoe deed hij ook alweer? Hoe deed hij dat ook alweer? Op de knieën. Ik weet het niet meer. Ja, ga je op één knie zitten. En dan... Zo. Bam. En dan is het nu toch echt tijd voor de bingo, want de zaal zit al te popelen. Zijn we er allemaal klaar voor? Dames, ze heeft misschien wel de luiste man van heel Nederland. Met een applaus voor Melissa van der Meijden. Kom maar op, Melissa, in de house. Kom staan. Hey, hey. Kom er lekker bij. Welkom in de show, lieve schat. Leuk dat je er bent. Vind je het leuk, bingo? Ja, ik vind het heel gezellig. Ik hou van bingo. Ik bingo wat thuis ook altijd. Je bingo thuis ook. Oké, okay, lekker. Ik ben wel benieuwd of je net zoveel balgevoel hebt als Andy. Maar dan gaan we zo... Gaan we ik ben wel een vrouw met ballen, hè? Je bent wel een vrouw met ballen. Dat is wel... Melissa is gek op ballen, ja. Ik heb wel eens, zeg ik wel eens, dat ze iets omhoog moet. En niet alleen maar aan die ballen moet zitten, weet je wel. Komt-ie nummer 50. Nummer... 65. Melissa laat de ballen lekker ronddraaien en de sfeer zit er meteen goed in. Van bingo! Het was ook echt goed, leuke dames, allemaal hadden er allemaal zin in. Het was geen stille bingo, ook lekker met muziek en een beetje dansen. Dat is echt hartstikke gezellig. En ja hoor, de eerste bingo valt. Melissa heeft je kaart gecontroleerd en zij gaat jou vertellen. Neem jij die lekkere bril mee naar huis, ja of nee, Melissa? Kan je zingen? Kan je zingen? Nee, ik kan niet zingen. Goed dan, je hebt goed. Ah, bingo! Het regent prijzen bij de Gooise bingo. Alleen bij Lammy blijft het angstvallig droog. Weet je wat het is? Ik kan niet tegen mijn verlies. Als ik moet wat winnen als ik op de bingo ben. Ik kan er niet tegen. En ik win nooit wat, dus dat is het probleem. Ik ben 100.000 bingo's geweest, ik heb nog nooit wat gewonnen. Ik doe mee alle spelletjes, ik win nooit wat. Dus op een gegeven moment is de lol er vanaf. Nummer 24. 67. Nummer 21. Op een gegeven moment ben je moe. Het was laat, het was pas rond 11 uur, 12 uur was afgelopen. De hele dag gewerkt, dus je bent gewoon moe. Het is ook goed geweest, gewoon leuk geweest en klaar. Het eerste uur was een fanatiek meedoen en springen. En het laatste uur lag zo'n beetje te slapen in de stoelen. Dat zag ik ook wel, dus ik dacht, als ik zo klaar ben, pjoem, weg hier. De bingo lijkt een eeuwigheid te duren, maar het einde is in zicht. Ladies, bedankt, dit was de Gooise Bingo Show. Doei! Na afloop willen Melissa en haar vriendinnen snel naar huis. Zeg, kom, we gaan weg. Ik wil een hele snelle route. Hoef je niet te wachten op alle mensen. Kan je gewoon gaan wanneer je wil. Lammy heeft een handige sluiproute via de keuken bedacht. Is de hek wel open? Nee. Ah, Lammy! Je wist al lang. Godver! Nee, klungel! We stonden weer voor een dicht hek. We hadden bijna overheen gaan klimmen. Ik denk, ik moet gewoon weg. Ik wil die auto. Ik zie hem staan. Ik wil erin. Ah! Kijk, het hek was geen mogelijkheid open te krijgen. Nou, wij weer terug naar binnen na 10 minuten proberen. Meneer, heeft u de sleutel van het hek? Ja, ik heb een knop indrukken. Kijk, een knop indrukken. Oh, zeg toch. Beetje stom, maar ja, we zijn ook een beetje stom. Een
nieuwe dag in Huizen van de Meiden. Terwijl Andy nog lekker in bed ligt, is Melissa al voor dag en dauw in de weer met het huishouden. Vandaag moet ze optreden in de eerste liveshow van Sterren Springen. En daar is ze best zenuwachtig voor. Lily, ik heb je brood op, dus kom je helemaal niet buiten vandaag. Natuurlijk een beetje nerveus voor die show, maar dat is logisch. U moet in één keer live de sprong doen. Waarvan je niet eens weet of dat wel goed gaat. En natuurlijk in de zwembad waar ik nog nooit geweest was. Dus het was wel even spannend. Ik was al een beetje zenuwachtig, ja. Dan is Andy ook eindelijk uit de veren en hij wordt direct aan het werk gezet. Ja, even wachten. Oh, pak even uit. Zet even koffie. Zet even, haal even boodschap. Doe, haal even dit. Ik denk dat ik niks heb gedaan aan je tijd dat jij weg was. Jawel. Ja. Helemaal niet. Ik heb de kinderen aangekleed. Maar haar heeft nog iets gedaan, zo kom ik uit bed. Ik ga de discussie al niet eens meer aan, joh. Laat me zitten. Het heeft toch geen zin. Maar Melissa kan het verzorgen van haar man niet laten en ze maakt een heerlijk ontbijtje voor hem. We hebben een beetje bruin gespoten. Mooi. Mooi? Ja, heerlijk. Voel eens, is het gaal bruin? Ja, hier is een bobbeltje. Oh, dit is die tepel. Gooi ik eens in. Mooi, hoor. Ja, lekker, ja, super. Hoor dat ik geen vlekken heb. Kan dat dan? Waar heb je daarmee gedaan? Ik heb zelf zo'n spuitbusje gekocht gisteren. Waar? Bij de winkel. Wil je dat ook? Nee, ik niet. Kijk. Ja, mooi, hoor. Laat eens tussen je kontje kijken. Ik mocht niet aan zitten, want anders kreeg ze vlekken. Ja, dat zat ik weer. Dat was weer handwerk. Er is niks sexy aan zwemmen. Ja, vind ik ook niet. Al die mensen zonder make-up? Ja, ik vind het gewoon mooi als mensen kleding aan hebben. Mm-hmm. Dat vind ik sexy. Dan zie je haar tussen de benen ook niet zo. Is je erachter? Zin in? Ja? Wel leuk. Ga je nog wat anders verzinnen? Bommetje of ga je gewoon weer zitten? Wat je moet doen. Ga je heel mooi opkomen, ga ik zo doen. Echt? Walk like an Egyptian? Ja. Dat kan jij goed met die handen van jou. Ook met z'n training, hè? Als Andy en Melissa op het punt staan om te vertrekken, is er een probleem met au-pair Christina. Het botert niet tussen haar en Nino. Christina met Nino. Ze zegt al van, ik wil niet oppassen als hij erop is. Hij luistert toch niet. Heeft ze dat? Ja. Moet je wat leuks met hem doen. Misschien dat het helpen. Maar hij luistert niet. Nee, maar jij zei dus ook heel kattig tegen hem. Zie nu hoe ze doet. Ja, maar dat weet je zelf toch ook. Je ziet toch vaak hoe het waarschuwen. Ja. Dat lijkt mij ook niet gesteld. Maar ja, als je wat leuks met hem doet, dan is hij wel anders, hoor. Je verwacht toch eigenlijk wel dat zij die drie uurtjes dat ze dan met ze is, dat ze wel leuke dingen met ze gaan doen. Dat ze het leuk gaan doen. Ja, nee, dat moet ze maar een keer doen. Dat heb ze nog nooit gedaan in het half jaar. Dat is ook een kind. Hoor ze eigenlijk elke dag te doen. Inmiddels zijn Andy en Melissa aangekomen in het zwembad waar de liveshow van Sterren Springen plaatsvindt. Melissa krijgt door stylist Philip haar showbadpak aangemeten. Hé, hey, hè? Ja, nu ben ik een beetje zenuwachtig. Goed zo. Nee, goed. Hey. Ja. Hey. Mooi, hè? Kunnen we het over? Ja. Ja. Hey. Mooi, hè? Godver, of niet dan? Ja. Ik wou niet zo'n speedo-badpak die zo helemaal over je kont zo laag zat. Zo'n oude oma-badpak. Hij moest wel een beetje sexy zijn. Nou, dat had hij goed gedaan. Nou, dan kan het niet meer fout gaan. Klopt. Ik ben alleen niet zo goed, maar mag gewoon. Ah, jawel. Als ik me mooi uitzie, kan mij schelen. Toch? Nu eerst een testduik. Andy is apetrots op zijn Melissa. Je best, hè? Geile. Je kan het! Normaal, als iedereen naar me kijkt, dan kan ik het niet meer. Hè? Dan moet je gewoon ophouden met kijken, want ik moet gewoon mijn ding doen, niet op me letten. Maar toen ik het nu onder de druk moest doen, lukte het wel. Dus ik dacht dat ik het niet kon, maar het kon eigenlijk best wel. Ik zat eigenlijk wat met zweethandjes naar haar te kijken, want ik hoopte gewoon dat ze wel goed terecht kwam en zo. En, maar ze deed echt geweldig mooi, dus ja, echt super gedaan. Schoonspringen is topsport, dus tijd voor een welverdiend peukje. Kijk ook eens uit. Hij heeft mijn plek eigenlijk zo wel eraf hier. Ach, weg gek. Wel van je. Laat zien dan. Doe eens naar beneden. Kijk een vieze plekje daar. Vies. Van jouw lippenstift. Doe naar beneden. Naar beneden dan. Kijk, zo zie je. Moet hier kijken. Zie je dit ze kapot? Oh ja. Zit er aan. Huh? Je bent helemaal niet blauw. Je loog. Is weg. Geef ze net zo'n plek. Is weg. Wat sexy als jij in bed look. Ja? Dat vind ik mooi. Beter dan uit bed look? Dat is zeker. Daar heb ik ook last van. Daar heb ik ook last van. Ik doe zo over mijn cup op de eerste keer dat ik naast ze wakker met zonder mijn cup. Dat is iemand anders. Schrijf me de kering. Doe dan ook al die pruik af. Heel gaaf. Ja, Lisa, dat is mooi.
Die kan er wel opmerkingen maken, jongen. Vind ik geweldig. Dat is wel humor. Voor Andy heeft stylist Philip een bijpassend glitterzwembroekje laten maken. Het lijkt godverdomme... Je wilt toch altijd strak? Ja, dat is wel het belangrijkste, ja. Zo strak mogelijk, hè? Zo strak mogelijk moet hij altijd. Maar kijk, man. Nee, die moet groter, hè? Wat zat er mijn linkerbal vies, Rick? Dat niet! Wel. Nee, ik maak hem wel iets groter. Ja. Maar het is wel gaaf, hè? Ja, het is mooi, mooi. Zie je dat het hier wel goed is? Ja, ik denk, ja, dat is, ziet er niet uit, dit. Maar als die vetrolletjes van mij kwamen erover en zo. En zo'n ding in de broek. Ja, dat willen we allemaal niet hebben, joh. Vind je leuk, hè, dit? Ja, vind ik wel mooi. Ja, dat dacht ik al. Hey. Die vrouwen thuis, die zitten dan... Kijk, en al die mannen worden hartstikke jaloers. Dat moet je niet hebben, joh. Ja, dat is wel cool, hè, dat broekje. Ja, dat is mooi. En dan je vrouwtje zou... Heb je nou geen onderbroek aan? Nee. Oh. We zijn kinderen. Daar kan ik niks aan doen. Hier, doe jullie... deze maar aan. Ja. Oh, die is dat te klein, hè? Dat zie je. Maar, nou, zoveel hoeft er niet in. Nee, wat denk jij? 5 kilo bal. Want die meten niks op daar, hè? Nou, dat mag hij ook niet, Philip. Nee. Die willen we heel graag opmeten, maar dat gaat niet gebeuren. Oké, okay, glitterbroekje 2. Dit is te klein. Kijk maar. Lekker. Verdomme. Oh. Nee, kijk, hij wordt nog iets. Niet doen, want dan stijgt hij. Gadverdamme. Je bent te oud voor mij. Nee. Ik doe. Hij wordt niet veel wijer hoor. Ietsjes. Ja, recht. Ja, maar dat is wel goed. Kijk, en expres dat hij pailletten blijft voelen, want dan gaat het ook niet. Dan ga je ook niet de rare dingen ermee doen, maar dan gaat het zeer doen als het gaat trekken. Ja, ik voel het. Dus? Godverdomme. Dan weet je zeker dat het stil blijft. Wat ga je er nou mee doen? Dat is Gerard gek maken. Gerard vindt het altijd wel leuk als je een beetje gek doet. Dat is een mooie kerel. Hij krijgt geen lucht meer. Oh. Moet ik hem even voelen of hij krijgt geen lucht meer, man. Die ja, slang. Een beetje lucht. Gerard die vond het broekje wel sexy volgens mij, ja. Dus die houdt wel van glitters en zo. Als Melissa in de visagie zit, krijgt ze een verontrustend bericht van het thuisfront dat er geld weg is. Ja, maar Christina belde net. Ze zegt, ja, de kinderen waren met geld aan het spelen, nu is de 100 euro weg. Die stuurt ze net 1 minuut geleden. Ik ben boven met de kinderen en nu is de 100 euro weg. Ze waren met geld aan het spelen. Dat kan nooit. Dus je moet even kijken of die 100 euro weg. Als je zo'n hectisch leven als Andy en Melissa hebt, moet je er zeker van zijn dat je rustig weg kan gaan en naar je afspraken. En dat deed Melissa niet. Die was de hele dag aan bellen en Andy die werd er helemaal gek van. Melissa gaat direct op hoge poten naar Andy. Stuur mijn brief in 100 en nog maar eens weg. De kinderen hebben meegespeeld. Ja, ja. Als nog niet terugkomt, kan ze gelijk een keertje naar huis. Natuurlijk. Weg erbij. Dat zei ik. Eerst stuurde ons een berichtje van ik heb je geld gevonden en een uur later... stuurde ze terug dat er een meier weg was. Weet je, dat is toch een beetje vaag. En ze zei ook nog dat het raam open stond. Dus misschien dat, dat die meier vleugeltjes had gekregen. Omdat hij zelf het raam uit is gevlogen. Dat is toch onzin? Nee, klopt niks van. Het missende geld laat Melissa niet los, maar ze moet de duikplank weer op. Het gaat eerst keer 5 worden. Om vanavond beter te scoren, overweegt Melissa haar sprong van de 5 meter plank te doen. En die zegt, ga dan maar van die 5, dan maak je veel meer kans. Maar ik denk, ja, wat moet ik dan nog doen straks? Als ik nu al 5 ga doen, dan moet ik straks nog hoger. Is het iets wat eng? Wel heel hoog, hoor. Ik ga toch gewoon 3 opnieuw? Ik twijfelde wel even om te kijken, maar ik denk, nee, ik ga het niet doen. Melis! Melis! Doe maar! Ik durf het niet! Jawel! Hetzelfde! Kom maar! Doe het geen pijn! Van de 5 meter, dat kan zijn wel. Maar alleen de durf. Weet je, en daar moet ze overheen. Ja! Heel hard klappen, hè? Doe maar! Ik wilde het wel, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, als ze wel dubbel klapt, dan gaat ze niet eens meer van de 3 af. Dan stapt ze zo op en dan loopt ze weg. Dan zoek het maar uit. Hé, waarom zit je aan de pannen? Kom op, ja, ik dacht... Ik dacht, blijf takjes op de 3, dan gaat die sprong in ieder geval goed. En dan gaat het uiteindelijk om. De oefensprong van de 3 meter gaat perfect. Melissa is klaar voor de live show. Hier is Melissa Chauvelin! Ja, het is wel heel spannend hoor. Op zo'n moment met die lampen, dan is het wel even anders hoor, dan een beetje trainen. 3 meter.
van ja, nu moet het echt gebeuren. Nu moet je het goed doen. Nu kan je niet meer met een lachetje ervan afkomen. Ik vond het hartstikke goed. Ja, zeker. Dus ze deed heel mooi. Ze had gewoon een hele mooie sprong. Helemaal recht. En ja, zag er geweldig uit. Ja, ik was best trots op mijn sprong. Hij was mooi. Hij ging voor mij goed. Dus had niet beter gekund. Al hebben Andy en Melissa allebei een goed gevoel over haar sprong, toch eindigt ze op een gedeelde laatste plaats. Deze twee mensen natuurlijk, ja, die zijn degene waarop u kunt stemmen thuis. Ja, en zeker dat weten. Horen wij pas de volgende keer. Andy is boos over het feit dat Melissa vanavond nog niet zal horen of ze door is of niet. En die wist niet dat er zo'n dat je een week moest wachten. En die houdt daar niet van. Dan ben ik zenuwachtig voor haar, weet je wel. Ik ben nooit zenuwachtig, maar voor haar was ik echt zenuwachtig. Dan moet je wachten de hele week. Denk je, godverdomme, of je door bent of niet. Nee. Zit je de hele week in de zenuwen. Stuur je dan gelijk weg. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan moet je de hele week wachten. Ja, dat is ook reden. Ja, lekker belangrijk. Dom toch op, man. Hij wil dan gewoon het nu weten, dan baalt hij en dan zegt hij van ik kap er ook mee, dat vind ik niks, dan kom ik er ook in te staan, dat vind ik helemaal niks, dat sms en dat is allemaal weer rompslomp om me heen, houdt Andy van. Gewoon doen wat je moet doen, door of niet door en klaar. Voel je me wel goed? Natuurlijk. Dan was ik niet zo boos geweest. Als je het kut gedaan hebt, dan had ik ook gezegd van was die tweede keer ook wel mooi? Ja, die tweede was perfect ook. Ja? Ja, ik vond het heel goed. Ik haat dit, hè. Want ik ben zenuwachtig voor jou. Ja. En nou ben ik ook zenuwachtig voor jou, omdat ik de hele week moet wachten. Ja, daar baal ik gewoon van. Dat vind ik gewoon kut. Gisteravond na de liveshow is de bom met de au pair gebarsten. En de volgende ochtend wil Melissa niet langer in één huis zijn met haar. Ze is gevlucht naar haar kapsalon. Het is dus einde au pair. Ik leem er echt geen meer. Niet vanaf buitenland in ieder geval. Dus we kwamen thuis en op dat moment had ik zoiets van nee, mijn vertrouwen is gewoon helemaal weg. Ik moet ook niet meer met je gaan praten, want dan word ik weer omgepraat. En moederinstinct is toch vaak wel goed, ook wat betreft de kinderen. Dus ik had zoiets van, ze moet gewoon nu weg. En Andy zat altijd, ja, altijd met je nu, ja, nu. Gewoon nu, nu, nu. Maar die zat op dat moment gewoon, toen was het helemaal klaar mee. En ik ook, weet je. Ik werd wel 5 keer per dag gebeld over die au pair. Een keer hetzelfde verhaal. Weet je, bel eens een keer met wat anders. Ik vertrouwde er gewoon niet meer. En als ik iemand niet meer vertrouw, dan kan ik niet meer met jou samen zijn. Want als dat is een wrijving, dan moet je gewoon direct weg. Ja, het gaat om mijn kinderen. En als dat van mij stilt, dan denk ik, dan liggen ze ook over dingen van mijn kinderen. Ik ben altijd zo van, het moet dan radicaal, nu. Maar ik ben dan niet degene die het gaat zeggen, dan laat ik dan aan Andy over. En ging Melissa snel naar boven en ging slapen. En dan kon ik het vuile werk opknappen. Ook de daadwerkelijke uithuiszetting van de au pair laat Melissa over aan een ander. Haar schoonzus, Dini. Ze is hier nog. Ik weet niet wat ze aan het doen is, maar ik ga zo de kamer in en dan zeg ik dat ze weg moet. En dan breng ik haar naar de bus. Want ze is nog steeds niet tevoorschijn gekomen. Ik weet niet wat ze daar doet, maar... Ja, is goed. Als ze weg is, dan bel ik je. Oké, doei doei. Ze moest om 1 uur met de bus mee. En om 12:30, ze was nog steeds niet tevoorschijn gekomen. En toen heb ik op de deur geklopt in de slaapkamer. Hi. I don't have a car to bring you, so you have to go with the bus. Do you know the time? Yeah, at tonight. No, what time the bus is going? What bus? Yeah. What bus? Where? Here, to the train. I don't know. No? En toen heb ik gevraagd netjes of ze het huis wilde verlaten, dat Melissa eerder niet naar huis wilde als zij er nog was. En dat begreep ze niet zo goed. Dus she asked me to ask you to leave the house now. Now? Yeah. So you don't want to come home if you're here. Zo wil Melissa het. Het is klaar nu. Je moet je tas pakken en gewoon weggaan. Want Melissa wil naar huis met de kinderen. En ze wil gewoon dat je weggaat nu. Om zeker te weten dat de au pair echt vertrekt, begeleidt Dini haar naar de bushalte. I wish you the best, Christina. Thank you. Oké. Okay. Bye. Have a good flight. Thank you. Bye. Oh, dat is de au pair. Nou, zie ik het. Je hebt een au pair, hè, van Andy en Melissa. Ja, doeg! Bye! Oh, wacht even, Dini. Melissa, ja, is ze weg, hoor. Is ze weg? Ja. Oké, okay, kom ik eraan, ja? Ja, oké. Okay. Tot zo. Kom je weer veilig naar huis. Ja, kom veilig naar huis. Doei. Tot zo. Tot zo, doei, doei. Doei, doei. Doei. Ik was blij te belden, want ze is weg. De gesloten, afgesloten hoofdstuk, klaar. Melissa laat er geen gras over groeien en heeft als Andy 's middags thuis komt al een nieuwe au pair geregeld. Ja, ik heb wel een meisje, die komt morgen. Ja. Kijken.
Oké. Okay. Als dat het is, dan blijft zij hier. Nederlands gewoon. Ja, Nederlands eentje deur, kinderpedoloog. Pedofiel? Mogol. Kinderpedagogisch of zo. Ah, bij me de vinger eraf. Wat doe jij nou? Hier, hier een broodje moet je happen. Jok. Ik vind het wel beter dat ze Nederlands is ook. Weet je? En als, dan, als ze dan weer weg moet, dan is snelle tijd dan niet. De volgende dag komt au pair nummer zoveel langs om kennis te maken met Melissa en de kinderen. Ik heb zoveel verschillende oppassen gehad dat ik nu wel weet wat ik wel wil en niet wil. Dus ik ga deze ook echt gewoon goed naar mijn eigen hand zetten. Hallo! Oh. Hoi, alles goed? Kom maar. Ja. Je moet wel de schoenen uit. Ja. In regel. Hoi, hoi. Alles goed? Ja. Wie? Hey. Wie is dat? Het is Marlon. Och, het is een mama, zijn Murphy. Blij dat je zo snel kan komen. Ja. Maar we hebben een beetje een oppasdilemma. Ondertussen heeft Andy iets anders aan zijn hoofd. Zijn moves voor de opening van de liveshow van Sterren Springen. Hey, dat was ik heel erg nerveus. Dat was eigenlijk heel raar. Hoe dichter bij de show kwam, hoe relaxter ik werd eigenlijk. Ik weet niet, ik denk dat het komt door mijn voetbalverleden. En daar had ik voor de wedstrijd ook wel wat zenuwen. Maar zodra de warming-up begon, was het weg bij mij. Maar in het begin was ik echt was best wel zenuwachtig, ja. Ik wil altijd winnen. En ook met dit. En ik wilde ook dat ik het gewoon goed doe. Weet je, ik wil een mooie show neerzetten. En ik wil dat de mensen het leuk vinden en dat soort dingen. Hopelijk kan Andy vanavond aan zijn eigen hoge verwachtingen voldoen. Alleen ziet zijn oefenduik er een beetje pijnlijk uit. Zenuwachtig of niet? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Het is toch iets wat je doet wat ik eigenlijk niet gewend ben. Dus, maar ik wil winnen, dus ik ga er gewoon voor. Kom natuurlijk door het voetballen, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb het altijd gehad. Ik wil altijd winnen met alles. Van de jongs af aan af, weet je wel. Ik wil altijd winnen, altijd. Maar ik denk dat wat het is, alles de kaart of wat dan ook. En als ik verlies, dan kan ik heel slecht tegen mijn verlies af. Dus, voel je het maar aan heel vandaag? Zeker. Jij ook. Succes. Terwijl Andy verder traint, traint Melissa de nieuwe au pair. Ik wil gewoon altijd niet dat ze het snoepen chips krijgen. Nee. Ja, tuurlijk, mag heus wel. Maar als ze het ziet liggen, dan wil ze het nut. Dus als ze het niet ziet, dan weet ze het ook niet. Dus ik verstop het altijd gewoon een beetje. En ik wil gewoon altijd dat ze fruit krijgen. Stukjes appel zet ik altijd neer en banaan. En als ik zie dat ze het niet eten, doe ik het door de blender. Ja, dat is het eerste wat ik uitleg. Want dit gaat toch belangrijk, want dat kinderen gewoon niet geen honger hebben. En dan wat ze moeten eten. Je kan wel zeggen, ja, daar staat brood en dikke pasta erop. Nee, gewoon even gezond. En als we wakker zijn bijvoorbeeld en heel kort bij school, dan gaan we met z'n allen een broodje eten? Oh, godver. Echt waar, wat een kutding. Stoot ik elke dag 10 keer mijn kop aan. Dat is lekker. Dit mag ze bijvoorbeeld wel. Dat zijn wortelchips van Organics. Dat zijn wel snoepjes die ze mogen en chips. Wortelchips, dan is dat echt... Oh, kijk, nou, dat bedoel ik. Dat gebeurt hier de hele dag. Okay. Kijk, als het alleen maar als het hier altijd schoon is en ze laten het vallen... kunnen die ook gewoon van de grond eten. Want mensen hier, als kinderen eten nou eenmaal van de grond. En als mensen hier met schoenen lopen, kunnen ze niet meer van de grond eten. Alles wat organisch van dit is, mogen ze allemaal. Soms ook een schaaltje met dit. Honey Loops. Ah. Zie? Ja. Alles wat gewoon gezond is, mag ze. En ongezond eet. Ik wil gewoon dat ze gezond eten. Snoep krijgen ze overal bij iedereen die ze komen. Dus ik wil dat ze thuis gewoon alles gezond mogelijk eten. Kijk, dit geef ik altijd. Maar soms is het te koud uit de koelkast. Het is innocent, het is gezond. Het is gewoon puur fruit. Ja, alles wat gezond is, mag ze hebben. Ze mag gewoon eten dus. Maar ik wil het liefst zo gezond mogelijk. Kijk, hier is jouw kamer. Ja. Dat is mooi, hè? Deze kant op. Zo. Leuk, toch? Ja. Nou, maar hier kan je wel vertoeven, toch? Ja, hè? Nou, maar hopen dat de nieuwe au pair alles onthouden heeft, want ze kan meteen aan de bak. Melissa gaat namelijk naar het zwembad om haar Andy aan te moedigen. Ja, ik kon er eigenlijk met de gerustheid gewoon bij mijn kinderen laten, hoor. Ik had er echt helemaal geen gevoel bij. Totaal niet. Doei! Ja, ik ben wel blij, ja, maar ik had liever een au pair gehad met iets grotere borsten. Nee, het is maar een grapje. Met een iets kleiner kutje. Volgende week mag Andy eindelijk voor het echtje springen. Maar dat gaat minder goed dan verwacht. Nee, maar je doet niet je best. Ik zie al wat je doet. Je gaat zagrijnig tegen iedereen. Je hebt het helemaal gehad met de hele dag acteren. Ik ken jou. Je bent helemaal doorheen. Je wilt niet gewoon naar huis. Ja. En Melissa's naaktreportage wordt gepresenteerd. Nou, als ik ergens ben en ik zeg ik ga naar huis, dan begrijpen ze het. Dat is ook heel mooi. Oh, schatje. We gaan snel naar huis met gierende banden zo. Ga voor meer Andy en Melissa naar sbs6.nl/Andy en Melissa.